Het WK inlineskaten in Italië wordt gedomineerd door Colombianen, waarvan men af en toe het idee krijgt of er in dat land niets anders bestaat. Enorm getrainde atleten die heel hard rijden en daardoor ook met de prijzen naar huis gaan. Nu was het de beurt aan Team NL om te laten zien wat het kon. De vrouwen Irene Schouten, Manon Kamminga en Elma de Vries gingen de strijd aan met een aantal door de wol geverfde skaters op de aflossing. Het begin ging heel goed. Echter, ach, kijk en oordeel zelf. Zie hoe onze meiden vechten voor wat ze waard zijn. Ik kwam net te kort op die bochten, waardoor we steeds een klein gaatje hadden. De laatste twee keer kon ik mijn honden net niet meer aanduwen, dat was echt jammer. Ja. Je ging er tactisch mooi omheen, Manon. Ja, ik was blij dat op een gegeven moment één groep eraf was, Argentinië volgens mij. Toen hadden we wat meer ruimte. Dus toen was er en meer ruimte om in te halen en meer ruimte om gewoon echt goed te duwen. Maar ja, helaas. Maar de wissels waren moeilijk af en toe. Ja, zeker. Maar ik kreeg wel af en toe een heel harde duw van Manon. Ik denk
dat er kansen liggen voor op de weg. Ja, ik hoop het. Moeten we dan maar zien, hè. Kom op. Optimistisch blijven. Ja, zeker. Wij zijn van tevoren al van, er kan van alles gebeuren. En nu zie je ook 2 gedisqualificeerd. We worden gewoon 4e. Ja, je zit gewoon heel dicht bij die medailles. Dus ja, anything can happen. Ook op de weg. En we gaan er gewoon weer voor. Moet gewoon een keer kunnen. Ja, volgende week dan maar.